Wanneer je hooggevoelig bent, ben jij sneller vermoeid dan een ander. En heb jij eerder dat jij de emoties van een ander kan oppikken dan als je niet hooggevoelig bent. Kun je hier wat mee? Kun je ervoor zorgen dat je minder snel moe bent en dat je er beter tegen kan? Ja, dat kan. En ik heb hier wat zelfzorgtips voor je. Inderdaad, zorg goed voor jezelf. Ga vaker mediteren. Het moment wanneer je mediteert, zit jij in het centrum van je hoofd. Je zoekt de rust op in jezelf. Je keert naar binnen toe. Dus in plaats van dat je gericht bent op de buitenwereld, wat iemand die hooggevoelig is heel snel kan, ben je met jezelf bezig. Je maakt jezelf rustig en door het gronden word jij meer geaard. Dus je zweeft niet meer zo. Je bent stevig gegrond. En wandel. Zoek de natuur op. Door te wandelen ga jij ook gronden. Door iedere stap die jij zet op de aarde, word jij geaard. En ook de natuur is gewoon helend. Je komt jouw brein van tot rust. Dus ook dat is een hele goeie. Wat zijn jouw hobby's? Hou jij van fotograferen? Hou jij van schilderen? Hou jij van... Ja, sporten kan natuurlijk ook. Wandel. Dat soort dingen. Als jij doet waar jij je fijn bij voelt, laat jij automatisch op. En alles wat jouw moeite kost, kost jouw energie. Dat zuigt jouw energie op. Dus je kan beter energie steken in dat wat je leuk vindt, zodat jij meer energie gaat krijgen, als iets wat jouw energie leegzuigt. Het moment wanneer jij ik heb mijn televisie weggedaan, dus zeg maar de media gaat vermijden, dat is eigenlijk gewoon troep voor je brein. Dat is gewoon junkfood voor je hersenen. Dat zuigt jou ook leeg. Je beseft het niet. Het is natuurlijk zoiets standaards dat je heel je leven al gewend bent. Maar het brengt je niks. Het is allemaal negatieve shit wie je te horen krijgt. Dus weg ermee. Ook daarin kan jij je energie terugpakken. Wat ook belangrijk is, is vooral te relaxen. Dus niet te identificeren met de vorm. Wij zijn tijdelijk in een tijdelijk menselijk lichaam op aarde. En ja, wij identificeren ons daarmee. Wij hebben ons geïdentificeerd met ons ego. Dus alle problemen die in ons leven voortkomen, daar zijn wij aan gehecht geraakt. Van hey, dit is van mij, dit gebeurt in mijn leven, dit heb ik weer. En ik zeg, probeer de observator te worden. Dus zie het maar alsof jij daar boven op die kast zit. En jij kijkt naar jezelf vanaf een afstand en je denkt, hey, dit gebeurt nu in mijn leven. Ik vind het niet leuk dat dit gebeurt, maar hey, ik ben hier tijdelijk. Ik mag hier ook ontspannen en genieten, want daarvoor ben ik hier op deze wereld. En ik ben hier niet om constant te lijden en mij te identificeren met mijn ego. En ontspan in je shit. Dat is eigenlijk een beetje wat ik probeer te zeggen. Van ja, je kan inderdaad dingen hebben in je leven die helemaal niet leuk zijn en die je helemaal niet wilt. Toch gebeurt het. En het moment wanneer jij dan daarmee kan dealen en je blijft toch in een flow zitten, dan ben je gewoon een meester. Een spiritueel meester. Want in alignment zijn, dat zeg ik wel eens, hè, in alignment. Blijf op één lijn. En dat is dus niet, want daar is ook wel eens verwarring over, dat het alleen maar goed met je moet gaan. Van, nou, ik ben zo in alignment, het gaat zo goed met me. Alles gaat voor de wind. Alles, ik zit op een wolk. Nee, in alignment zijn is ondanks jouw shit en ondanks de stress en ondanks de problemen, dat jij gecentreerd blijft, dat jij lekker dicht bij jezelf blijft en dat je denkt, hey, wat nu in mijn leven speelt, is eventjes minder, maar ik ga me er niet mee identificeren. Ik relax erin, ik zit in de flow en ik laat het over me heen komen. Laat het maar gebeuren. Dus dat een beetje, dus relax. En grenzen stellen, heel belangrijk. Mensen kunnen over jouw grenzen heen gaan als jij hooggevoelig bent en jij hebt het zelf nog niet onder controle. Hooggevoelig zijn, dat is echt, daar moet je echt mee leren dealen. Dat, als je gevoelig bent, kan jij nogal eens verdwijnen in de emotie en de gevoelens van een ander. Dan raak je eigenlijk op dat moment helemaal jezelf kwijt. Dus ga grenzen aangeven. En de problemen van een ander, je kunt er voor een ander zijn, maar ook dat weer als afstand. En beschouw het niet als jouw probleem. Die ander heeft zijn probleem. Je kan alleen al door een luisterend oor te bieden, ben jij een enorme mega steun voor die persoon. Maar het moment wanneer jij het over gaat nemen, ook de energie gaat overnemen en jij neemt het mee in jouw leven, dan help je ook de ander daar niet mee. Dus dat is niet de bedoeling. Dus ja,
probeer dat te vermijden. En ja, alleentijd, heel belangrijk. Zodat jij weer lekker kan opladen. En dat kan in de natuur, maar dat kan ook als je een fijn boek hebt. En waar je jezelf eventjes lekker in kwijt kan. En ja, dat je daar gewoon je energie en je tijd in steekt. Dus dans, zing, hou je van muziek, dat soort dingen. Hou je van zwemmen, doe dingen die jou ontspannen, die leuk voor jou, ja, die je leuk vindt. En zorg ook voor dat energieverslinders, dus ja, vampieren, energievampieren jou niet kunnen leegzuigen. Sommigen, het kan ook onbewust zijn, hè? Iemand die je wel aardig vindt, maar die constant over zichzelf praat. En weinig aandacht heeft voor jou. Kijk, alles heeft met balans te maken natuurlijk. En het moment wanneer iemand jou bijvoorbeeld een knuffel kan geven, komt die wel mooi in jouw aura, in jouw energieveld. En ook daar kunnen ze je dan mee leegzuigen. Van, wees voorzichtig, ook met oogcontact. Je maakt allemaal, ja, het zijn allemaal energiekoorden. Ook als je praat, maak je ook energiekoorden aan. Dus wees daar wel van bewust bij wie je dat doet. Iemand die alleen maar heel erg met zichzelf bezig is van, oh, wat heb ik toch een vervreselijk leven. En kijk eens wat me nu weer is overkomen in het slachtofferrol. Ja, heel erg bedankt. Maar joejoe, ik ga er vandoor. En ja, vroeger ging ik daarin mee. Oh, zielig of overvelend. Dus de bedoeling is eigenlijk, luister naar die persoon. Maar het moment wanneer het echt, echt, echt negatief gaat worden en zegt dan, joh, dit is mij te negatief aan het worden. Echt, ik doe dat gewoon. Van, ja, maar dit zuigt mijn energie leeg. En zullen we er een draai aan geven? Dat we kunnen kijken naar het positieve. Dus je mindset veranderen. Ja, dat scheelt enorm veel in je energie. En als ze het niet waarderen, dan gaan ze maar bij iemand anders met het verhaal ernaartoe. Ik ben heel erg mijn energie aan het bewaken. Omdat ik daar juist zo gevoelig voor ben. En ik ben als een spons. En dan wordt mijn energie leeggezogen. Een ander kan zich waarschijnlijk huppelend gaan ze weer verder. Nou, wat voelt ik me fijn, zeg, met dat gesprek. En ik lig helemaal uitgeteld. Dat ga ik niet meer doen. Dus ik ben inderdaad ook veel meer bezig met mijn grenzen daarin te bewaken. En ja, dat waren eigenlijk mijn tips. Dus als jij hooggevoelig bent, dan kun je hier hopelijk wat mee. Nou ja, onder mijn video tip ik altijd een tekst, dat weet je. Ik zit tegenwoordig ook op Insta, daar kun je mij ook op volgen. Bewustzijn is bewustzijn. En nou ja, like mijn video als je wilt, zou ik ook leuk vinden. En nou ja, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Namaste.